Een workshop die niet alleen ontspannend, maar ook stimulerend is voor lichaam en geest. Elke eerste zondag van de maand geeft Irma Soetekau Tai Chi en Qigong, oftewel een Body Mindfit workshop bij de Uiterwaarden in Beuningen. Wij mochten afgelopen weekend een ochtendje meekijken. Ni hao. Ni hao. Probeer even te landen. Klein knikje in de knieën. Staartbeen een beetje naar beneden, dus een zitbeweging maken. Ja, daardoor vlak dit een beetje af. Tai Chi en Qigong zijn eeuwenoude bewegingskunsten. Irma Soetekau geeft iedere maand aan een kleine groep deze Body Mindfit workshop in de buurt van het Dijkmagazijn in Beuningen. Ja, het is complex om dat even simpel uit te leggen, maar het is eigenlijk beginnen met een soort uitlijnen van sta ik goed. Probeer niet achterover te hangen. Kan ik connectie maken met de mooie natuur hier in deze omgeving? Kan ik connectie maken met mijn gehoor? Hoor ik het water stromen? Hoor ik de vogels? Kan ik goed geaard zijn? Zet ik mijn voeten goed neer? Kan ik uit mijn hoofd gaan? Volgens Irma heeft deze workshop positieve effecten en is het zelfs op de langere termijn gezond. In eerste instantie is door de juiste houding en de goede ademhaling die je gaat maken, ga je dus al ontspannen en beter en dieper ademen, waardoor pijn kan verdwijnen en minder wordt, want spanningen lossen op. Maar met name merk ik heel veel mensen en ook vooral jongeren die hier rustiger van worden. Hoor het water. Voel de wind. En ga dan automatisch weer inademen. Het komt vanzelf. We zijn dat niet meer gewend. Je wordt er ook heel rustig van, lijkt me. Ja, zeker. Maar sommige mensen in het begin juist niet, omdat de gedachten als een grote duivel steeds door het hoofd spelen. Dus voor die mensen is het heel goed om te doen. Korte bewegingen maken. Je ziet dat ik heel veel kracht en chi opbouw om een aanval te kunnen maken, tegen te houden. En hier toch, je denkt dat ik ontspan, maar hier zet de chi, de energie. En weer zacht zijn voor jezelf. Kijk over het water. Rust. Rust.